Hello Queens and Kings en welkom op mijn kanaal. Roll your fingers naar de like en subscribe button. We gaan naar de voorstelling. En vergeet het belletje niet mee te nemen om op de hoogte te blijven van al mijn video's. En we gaan naar de voorstelling. En we gaan naar de voorstelling, mensen. We zouden eens een keer rijm op tijd zijn, hè? Nee, dat gebeurt niet. Nog 3 minuten, dan begint de voorstelling. Of ik weet niet of het de aanvangtijd is, heb ik niet opgelet eigenlijk. Maar, Oké. Maar, we lopen er nu heen. En dan zien jullie het vanzelf wel. Doe nou, gekkie. Ik ben dan. Ik moet het doen. Nou, de jullie, daar hebben ze ogen voor, weet je nog? Ik heb een vele vraag voor aan de meisje. Waarom kijken naar beneden? We zijn nu dus in de zaal. We zijn lekker op tijd, want het was toch wel de inloopuur. Dus iedereen gaat het inlopen. Thank you.
weer een andere vis tegenkomen. Hoe gaat het met u, meneer Stommert? Tip top! Mevrouw Stommert heeft haar eieren gelegd. En die zijn uitgekomen. Nu zal ik het goed op ze passen. Dat is heel goed. Zeg meneer Zeepaard. En hij is goed weer verder. Hoe hij erbij ligt in het heet. Felle, vond je het leuk? Ja! En de voorstelling is afgelopen. En kijk, dit is een fucking giant mirror. Like, wait a girl. Is er lang foto's te maken in? En toen waren we in een welbekende McDonald's. Of course. Oh nee, doe maar niet hierop. Ravioli. Heb een hamburger. Yeah. Yeah. En een lepels ook. Ja. Dat is mijn drinken. Mijn liedje. Die is ook fout. Ik had toch gewoon... Die mensen letten echt niet op. Ik had gewoon tomaten voor je gevraagd. Maar ja. Laat maar zitten. Ik heb er geen zin meer om voor de tweede keer terug te gaan. Ik had net ook al een kleine friet. Belachelijk. En ik heb, zoals jullie al gezien hebben, een Epic Mac. En ik heb 6. Basically altijd hetzelfde, dus het maakt niet eens uit. Hallo, dit is cool. Het was hartstikke leuk. Weet je, er was zon, et cetera, et cetera. En er was... Is de bazaar nou open? Oh nee, niet.
zo licht. Namelijk zijn alle winkels op zondag hier gesloten. Zelfs fucking Albert Heijn. De Albert Heijn. Die altijd het laatste open is, normaal gesproken. Oeh. Maar dat is dus licht. Bij de Big Bazaar, maar dat is gewoon dicht. Oké, wat ik... Oh nee, hij is van de andere kant open nu. Ik denk dat hij wel open is, weet je dat? Maar wat heb ik nodig eigenlijk? Want ik heb... Ja, eigenlijk wel. Ja, we gaan erin. Want ik heb zeg maar die... Mijn lippen zijn aan het droog. Ik heb zeg maar die... die filters voor die... flesjes, die speentjes. Voor fles... Speenflesjes, flesjes van speen, speen... Ja, jullie snappen het. Dat heb ik nieuw voor nodig, want ik heb hem open geprikt omdat die pap gewoon zo dik was. En dat duurde echt 2 jaar voordat hij het naar binnen kreeg. Maar nu is hij dus nog een klein stukje uitgescheurd binnen 1 dag. En dus is het fucked up, want... Ja, hij is binnen 10 seconden klaar. En dat vindt hij niet zo prettig en ik ook niet, dus... We gaan even kijken of we daar een speentje kunnen vinden. En nu gaan we echt naar huis, want ik heb het echt koud, man. De zon was er dus en nu is het korn. Tering, hij is wel dicht. Oké, we gaan naar huis, het is fucking koud. Mijn hele hoofd waait weg. Mam, ja. Waarom die kant op? Nee, we gaan naar huis, die winkel is dicht. Oh mijn god, ik heb een zon gevonden. Oh mijn god, zei ik. Het is ongelooflijk hoe erg het verschil is. Het is gewoon van, als je uit de zon staat, beginnen je handen gewoon te vriezen. En dan zodra je in de zon komt, begin je een beetje te ontdooien. Echt waar, dit is gewoon Nederlandse lifestyle. En deze hand zit de hele tijd al uit de dinges eruit. En nu zit dit dus lekker erin. En mijn andere hand die zat er altijd in. Kom op, chop chop joh. Chop 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 chop. Ik zeg de hele tijd chop chop. Chop chop is mijn nieuwe. Pok die ballon, pok die ballon. Hm? Je mag hem laten gaan van mij hoor. Nee. Nee? Oké. Ik ben trouwens best wel benieuwd waar ik zeg maar gepofte aardappelen met zalm kan eten. Want dat is letterlijk mijn lekkerste, mijn lievelings... lievelingseten? Ja, mijn lievelingseten qua restaurant. Restaurant. Ik vind het trouwens zo lit dat deze winkel hierboven, wacht, hierboven stopcontact heeft. Voor het geval dat je ooit geen stroom hebt en die batterij empty is en je moet belangrijke dingen voeren, kan je altijd echt boven komen opladen, you know? Oké. Okay. We gaan naar huis en daarna zie ik jullie, ja. Ik wil dus gewoon rennen. Wat de hel? Ze laat gewoon zelf het ding 3 keer vallen. Ja. Ballon echo! Kan echt niet. Rufeli, als die ballon weg is weg, jongen. Kappen ermee. Of je houdt het vast of je laat het gaan. Laat het los, laat het gaan. Ik wil zo graag thuis zijn, jullie weten al half niet. Rufeli, laat die ballon gaan, laat het. Ja, maar dat doe je toch zelf? Ik ben een beetje zat van die ballon, joh. Gezeik. Later, die hebt vast wel ergens anders een ballon. Oké, huis later. Toedels. Ja. Ik ga een stuk mensen, Rufeli's ballon was net weggegaan. En toen ging Rufeli bijna huilen. En toen kwam de ballon terug. Oh, wat een liefde. Oh, mijn wagen gaat geven, dus ik moet gaan. Doei. Oké, ik ben al lang thuis mensen en het is zelfs 2 dagen daarna. Maar ik ben de vlog vergeten af te sluiten, dus hierbij. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Wil je een video staan, like en subscribe. En vergeet het belletje niet te nemen om door te blijven van mijn video's. Oké, doe dat. En dan starten wij nu een nieuwe vlog voor je. Oké, akkoord.